Ridderkerk is een ondernemende en dynamische gemeente. Grenzend aan de wereldhavenstad Rotterdam. De belangrijkste verkeerswegen van het Nederlandse en Europese wegennet lopen zelfs dwars door Ridderkerk. Wat heeft de gemeente Ridderkerk ondernemers te bieden? Een slagvaardig gemeentebestuur dat een hekel heeft aan langdurige formele procedures. Een bestuur dat met zijn ambtelijke staf de taal van het bedrijfsleven verstaat. Dat gewend is snel en soepel beslissingen te nemen, omdat het bestaat uit mensen die begrip hebben voor modern ondernemerschap. Mensen die ook weten dat tijd geld is voor ondernemers. De medewerkers van dat bestuur werken vestigingsplannen vlot uit in nauwe samenwerking met de aanvragers. Ze leveren bovendien maatwerk. Het bedrijfsterrein Donkersloot is regelmatig onderwerp van gesprek in de vergaderingen van burgemeester en wethouders. Maar ik denk dat een heel ander argument is. Het argument is, er is zo ontzettend veel vraag naar het kantoorpand. Op het ideaal gesitueerde en ontsloten bedrijfsterrein Donkersloot zijn al vele bedrijven gevestigd. Zoals een der grootste reisorganisaties van Europa, die zijn touringcars laat uitwaaieren naar vele vakantiebestemmingen het gehele jaar door. Ook een Japans autoconcern ontdekte dat u op het Ridderkerkse bedrijfsterrein alle kanten op kunt. Maatwerk en variatie zijn kenmerkend voor Donkersloot. Maatwerk levert ook een bedrijf dat rubberproducten vervaardigt. Onder meer voor scheepsbouw, offshore en deltawerken. De rubberproducten van deze fabriek worden dan ook over de hele wereld geëxporteerd. Dergelijke gespecialiseerde bedrijven kunnen alleen functioneren met bekwame vakmensen. Vele opleidingsmogelijkheden in Ridderkerk zorgen voor een uitstekend geschoolde beroepsbevolking. Een metaalgieterij is ook warm gelopen voor het Ridderkerkse bedrijfsterrein. Dit bedrijf is een goed voorbeeld van vernieuwde en verbeterde bedrijfsvoering. Na een moeilijke periode is de gieterij op zijn nieuwe vestigingsplaats bezig met een geslaagde comeback. Uiteraard is ook hier maatwerk het devies. Ridderkerk herbergt momenteel een bedrijvigheid die veel gevarieerder is dan de hier van ouds gevestigde scheepsbouw en scheepsreparatie, die nu op moderne leest zijn geschoeid. Regelmatig worden nog schepen te water gelaten. De uitstekende verbindingen die Rotterdam over land, zee en via de lucht met de wereld heeft, zijn ook Ridderkerksverbindingen. Daar komen dan nog de faciliteiten van Ridderkerk zelf bij. Snelle en economische verbindingen met een wijdvervacht achterland. Handel, import, export, alles draait om het transport.
De keuze van een vestigingsplaats hangt daarom voor een belangrijk deel af van de bereikbaarheid ervan. Ridderkerk heeft op dit punt alles mee. Het direct op de Rijkswegen aangesloten bedrijfsterrein Donkersloot leent zich uitstekend voor alle bedrijven die zich bewegen op het terrein van handel, transport en goederenbehandeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan het zogenaamde strippen en stuffen van containers. Douanefaciliteiten zijn op Donkersloot geen probleem. En u weet het, in Ridderkerk gevestigd zijn betekent de wereldhaven Rotterdam in de directe nabijheid. Bovendien beschikt Ridderkerk zelf over een eigen moderne haven. Deze is toegankelijk voor kustvaarders met een diepgang tot 4 meter. De haven grenst aan het bedrijfsterrein en ligt aan een van de drugsbevaarde rivieren van Europa. Wat het vervoer via de lucht betreft, de luchthaven Rotterdam ligt praktisch op een steenworp afstand. Terwijl Schiphol, dankzij de snelle verbinding, eveneens onder handbereik ligt. Voor snelle afhandeling van goederen en passagiers beschikt de luchthaven Rotterdam over een moderne accommodatie. Het bedrijfsterrein Donkersloot is bruto 110 hectare groot. Er is plaats voor lichte en middelzware industrie en kantoren. De contracten met de gemeente kunnen na een zeer korte voorbereiding worden getekend. Of het nu om de bouw van een fabriek gaat of om dat van een kantoorpand. Dit is helemaal af. Ontzettend blij met het pand. Het kantoor van Schobo wordt hier bij het overhand. Oké, hartstikke bedankt. Okay. Ondernemers en hun medewerkers vinden een uitstekend leefklimaat in Ridderkerk. De huisvestingsmogelijkheden kenmerken zich door veel variatie die het verblijven in Ridderkerk ook buiten de werktijd tot een genoegen maken. Ridderkerk heeft een goede, geschoolde beroepsbevolking. Dat is niet verwonderlijk gezien de vele onderwijsmogelijkheden die hier zijn. Voor hoger technisch en wetenschappelijk onderwijs ligt met name Rotterdam naast de deur. Voor zijn 50.000 inwoners heeft Ridderkerk tal van voorzieningen. Zoals meer dan 300 winkels, waaronder overdekte winkelcentra en warenhuizen. Om een lang verhaal kort te maken, in Ridderkerk vindt u alle voorzieningen die u in een moderne gemeente mag verwachten. Ook op sport- en recreatiegebied zijn er legio mogelijkheden. Bijvoorbeeld in een van de zwembaden. Of op de midgetgolfbaan. Natuurschoon kent men ook in Ridderkerk. Maar voor ondernemers zullen de ideale ligging en bereikbaarheid van deze gemeente hoger scoren. Het gemeentebestuur nodigt hen graag uit de vele pluspunten van Ridderkerk als vestigingsplaats nader te leren kennen. U bent welkom in Ridderkerk, een gemeente waar veel te ondernemen valt.